President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmorgen een speciale CARICOM staatshoofdenmeeting geleid over de situatie in Haiti. Het Surinaams staatshoofd trad hierbij op als CARICOM-voorzitter. De meeting is onderdeel van zijn bezoek aan Trinidad en Tobago, waar hij deelneemt aan het tweede Agri-Invest Forum en Expo. De focus van de meeting over Haiti lag op hoe de CARICOM de Haitiaanse samenleving kan ondersteunen in deze tijden van crisis. Momenteel heeft Haiti te maken met diverse veiligheids- en humanitaire issues. De opening van het tweede Agri-Investment Forum en expositie heeft gisteren plaatsgevonden in de Trinidadiaanse hoofdstad. CARICOM-voorzitter Santokhi verrichtte de officiële opening middels het doorknippen van een lint. De activiteit heeft als doel de agrarische sector binnen de CARICOM te versterken, zodat er gewerkt kan worden aan de voedselzekerheid binnen de regio. De bedoeling is dat de lidlanden minder afhankelijk worden van importen van buiten de regio. Door het delen van kennis en ervaringen en het uitbreiden van het netwerk kunnen CARICOM-lidlanden elkaar helpen hun eigen productie te verhogen. Ook kunnen de landen producten identificeren die zij binnen de regio kunnen inkopen.